Hallo en welkom. Mij moet wat van het hart inzake mijn gedachten over het coronavirus. Er wordt gezegd van het coronavirus dat dit virus verspreid wordt door niesdruppeltjes die in de lucht hangen. En dat daardoor verschillende zaken op zelfs 7 meter afstand van invloed kunnen zijn van een eventueel mogelijke besmetting op het zogeheten coronavirus. Tegelijkertijd zijn er verschuivingen aan de hand waar vele landen tegen zijn. En dat zijn verschuivingen van onder andere het plaatsen van 5 gigahertz masten. En 5 gigahertz, dat is een frequentie die zeg maar over grote afstanden een behoorlijke belasting kan zijn voor de kwaliteit van ons leven in het menselijk lichaam. Het is met name de vrije radicalen en de rode bloedlichaampjes die een behoorlijke knal krijgen op het moment als 5 gigahertz voorbij komt. Die masten die worden op een piekfrequentie van 2700 gigahertz afgestemd en krijgen op verschillende plaatsen in de wereld extra masten, waardoor dat zeg maar die frequentie over lange afstanden uitgezonden kan blijven worden, ook zeg maar op pleinen en op lange velden. Het gaat erom dat die 5 gigahertz de toonaangever gaat worden van de toekomst. En dat daardoor de evolutie sneller zal gaan dan wij mogelijk zouden kunnen bedenken. Want die 5 gigahertz, die bereikt weliswaar misschien een groter bereik op jouw gsm, maar veroorzaakt een des te meer grotere invloed op je gezondheid. En dat telt vooral bij onze wat oudere generatie. Die kunnen niet zo makkelijk het aantal bloedlichaampjes produceren wat nodig is om ervoor te zorgen dat je bestand bent tegen de overgrote druk van die 5 gigahertz als je daar doorheen moet lopen. Het wil dus dat je te maken krijgt met het plaatsen van die antennes. En die antennes die worden op locaties gezet in de stad of op een plein, waarmee dat zeg maar die bepaling van die straaldikte over pleinen zeg maar vooral en over lange afstanden daarin zichtbaar dient te zijn voor jouw gsm, zichtbaar in het bereik van dat je dan een goed bereik hebt. Ja, het is nogal niet wat. En dat gaat dus gepaard met een ontzettend groot magnetisch veld. En ik heb eerder verteld in een van mijn eerdere filmpjes dat er tussen bepaalde werelddelen magneetstromen plaatsvinden die veroorzaken dat dit soort dingen daarin kunnen plaatsvinden. Dus die magneetbel die bijvoorbeeld vanuit een bepaald werelddeel naar een ander deel wordt gestuurd. En het andere werelddeel dat ook weer een magneetveld uitstuurt. Dat is huge. Dat is zo groot, zo alomvattend. Dat kun je haast niet voorstellen. Lieve mensen, blijf thuis. Ga vooral alleen naar de winkel als je moet gaan. Het is bangmakerij op de eerste plaats wellicht.
Ik zeg wellicht, maar ik denk dan ook na en dan denk ik tegelijkertijd van, hey, het kan wel eens zo zijn dat in die supermarkt heb je een x aantal GSM-telefoontjes. En die 5 gigahertz die heeft zich te verdelen over langere afstanden en ook op bepaalde locaties. Dus, en als jij zeg maar, noem het nou maar wat, je hebt 3 GSM's. Hè? Die 3 GSM's staan aan. Nou, en die 3 GSM's. Die verbinden jou in die driehoek, waar je met 3 mensen zeg maar te maken hebt met die straalfactor. Ja, mocht het zo zijn dat niet gaat op een of andere manier, dan kun je problemen krijgen. Het doet me denken een beetje aan het feit dat in Nederland die mensen toch, terwijl er niet mocht, bij elkaar kwamen met de auto's. En dat er zo'n enorme hijsa voor is gemaakt. Is het nou werkelijk voor het coronavirus wat verspreid wordt en dat men daar rekening mee moet houden dat het ernst is? Of is dat misschien de zorg die je zou kunnen hebben omdat je met meer mensen gebruik maakt van een bepaalde frequentie die op die telefoon verkeert? En ja, bij veelvuldig gebruik allemaal samen in één bundel, dat kan niet, dat is een risicofactor voor die frequentie, voor die 2700 hertz, gigahertz, notabene. Ik heb gezien dat hier Heerlen ook meedoet in die opbouw en dat die dan gaan voor die 2700 gigahertz dikte. En bij anderen gaan voor de 2500 gigahertz. Het verschil is, denk ik, dat dat te maken heeft met die antenneafstanden en dergelijke. Op locaties waar dat je zeg maar pleinen over moet. Kijk eens, als jij over een plein gaat lopen en je ziet, hey, daar worden masten gemonteerd en daar worden dingen uitgetest en al, waar je helemaal geen weet van hebt. We worden niet voor niets stilgehouden. Het onderwerp van het verhaal is: wat doet massahysterie en het coronavirus? Wat doen die samen? En het moet vooral lijken dat het allemaal menens is, serieus is. We hoorden het vanmiddag nog vertellen. Hou vol, hè, roept men breed uit. Houd vol. En men mag, zeg maar, in de kerkgang mag men geen psalmen gaan zingen, want je zou maar eens besmet kunnen worden door het coronavirus. Lieve mensen, ik denk werkelijk dat daar meer aan de hand is. En ja, goed, ik ben in mijn overgevoeligheid misschien wat te door aan het schieten, maar het kan wel eens zijn dat ik voor een heel groot deel gelijk zou kunnen hebben. En die veranderingen, de tijd waar we in nu doorgaan, daar past dat in zijn geheel bij. We gaan een andere, zeg maar, periode van de wereld in. En ik kan me nou goed voorstellen dat het tijd is voor opruiming of zo. Zeggen dat je respect heb voor de oudere generatie en we er alles aan willen doen. We willen daar echt alles aan doen om het risico van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Terwijl de achtergrondliggende gedachte, niemand weet het. Niemand. Dus als ik met mijn boerenverstand, mijn nuchtere Hollandse denken iets anders gaat denken dan het veelvoudige publiek zal denken, om daar maar in mee te moeten gaan met dat geluid of die geluiden die dan worden verteld. En men ons daarvoor dan ook binnenhoudt. Hè? Blijf gewoon thuis en doe vooral niks. Je mag wel een frisse neus halen, maar dan moet je ook wel weer gelijk naar binnen hoor. Samen scholen met 3 mensen, nee, dat kan echt niet. Als die 3 mensen een GSM hebben. En dan nu gaat men zeggen, ja, maar we gaan via de GSM kijken of jij het coronavirus hebt gehad. Dit gaat te ver. Lijkt mij zo, zou te ver kunnen gaan.
Maar dat coronavirus, als jij, en kijk, ik wist dit al heel wat langer, dat bijvoorbeeld die 2,5 gigahertz is al een bepaalde top in voor wat betreft jouw zeg maar opbouw van rode bloedlichaampjes, hè? Maar die 5 gigahertz, als die in werking treedt, nou dan krijgt jouw lichaam zo'n klap. En dan gaan die rode bloedlichaampjes volledig door de war. Ja, dat is natuurlijk het. Dan heb je het corona. Dat zou men kunnen zeggen. Je hebt het coronavirus. Dus dat niezen en die hoestdruppeltjes op 7 meter. Kijk eens. Het inkopen op die 5 gigahertz is ook een heel verhaal apart. De veilingen die antennemasten tot stand moeten laten komen en dergelijke. Je daarop inkopen, dat als gemeente en zorgen dat je daarbij bent, is ook al een hele verordering. Kijken naar de toekomst heet het dan. Nee, nu. Vooral eerst nu. En als we voor elkaar willen zorgen. Dan houd dat in. Stop met die 5 gigahertz. Stop ermee. Weet wat je de bevolking aandoet. En dan maak ik me, en niet alleen ik, terecht zorgen om. Alle pleinen, overal is het stil. Overal wordt gewerkt aan de voorbereiding van die 5 gigahertz masten. Denk daarover na. Ik heb daar zo mijn gedachten over. Of ik gelijk heb, de goede God mag het weten, maar het zijn gedachten. En ik vind de manier waarop Nederland zich er gemakshalve voor wat betreft de verzorging om besmetting tegen te gaan. Dat men zich er zo makkelijk langs afmaakt. En nog maar de vraag is of de minister überhaupt wil terugnemen wat hij eerder zei, of dat hij niet eens reageerde op eerdere zaken die gezegd waren over hoe te werken in de situaties rond dat virus. Lieve mensen, van allerlei zaken spelen er waarvan wij echt niet de achtergronden goed weten. Of men daar openheid en eerlijkheid over geeft, dat is nog maar de vraag. Maar Medium Birdie hier heeft dit al eerder geciteerd en gezegd dat die magneetvelden actief zijn over vele, vele kilometers. En dat daar mensen achter de knoppen zitten die magneetvelden zo kunnen omschakelen en groter kunnen zetten. Waarom dan met mannenmacht toch nog een parade voorbereiden? Ja, als je dan niet denkt dat je niet beter weet, dan lijkt het wel haast dat dat wel zo zou mogen zijn. Trouwens, in Zweden is men er nog niet uit. En daar gaat het openbaar verkeer gewoon nog door. Het roept vraagtekens. Houd sterkte, lieve mensen. We verkeren in onzekere tijden, maar we weten dat we sterkte mogen houden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bye bye van Mark.